Joachim van Damme, kamer 318. Tuur Dirks, kamer 318. Ja, altijd plezierig natuurlijk om dat 2 jaar terug te kunnen rijden, uw voetballer te noemen. Het is een strak regime en dat loont wel met de trainingen. Nee, op het moment voelen we al terug voetbal. Je zit in de groep ook al volledig mee betrokken. Allee, een paar weken nu eigenlijk al, maar hier in Spanje zitten toch elke dag samen, 24 of 24. En dat worden wel volledig betrokken, leert iedereen beter kennen. En dat voelt wel goed. Ik ken de jongens ondertussen wel, ja. Ja, absoluut. Het is mijn allereerste stage met deze groep en ja, het is leuk. Zoals Joachim al zei, zijn het zware trainingen, maar oké, dat hoort zo op een stage. En ik denk dat dat het ideale moment is om als groep een beetje dichter naar elkaar toe te groeien en de basis te leggen voor de tweede helft van het seizoen. Nee, de nieuwe coach probeert ook zijn accenten te leggen op training en dat merk je wel. Dat is voor iedereen wel een beetje wennen. Maar dat loopt beter en beter en ik denk dat we nog wel een beetje tijd hebben tot de eerste competitiewedstrijd. Ja, absoluut. Ik denk dat we spelers zoals Joachim wel missen in deze groep. Goede mentaliteit en op en naast het veld. En ik denk dat we dat als groep zeker en vast kunnen gebruiken. En ik hoop dat hij snel naast ons en naast mij op het veld zal staan. Merci, Tuur. Ja, mijn coaching zal er altijd zijn natuurlijk. Ik ga helemaal op in de trainingen. Hij probeert bij te sturen. Dat is voor iedereen, maakt het mij gemakkelijker. Ik probeer de spelers ook het gemakkelijk te maken voor mij. Dat is iets dat er altijd een beetje zal inzitten. Dat leidersfiguur een beetje en de wil om te winnen altijd. Ja, daar kan ik weinig over veranderen. Ja, ik heb hem nu al wat beter leren kennen, zowel op het veld als naast het veld. En dus een jongen met heel veel kwaliteiten. Hij heeft ook zijn voorgaande ervaringen al gehad met Brugge en Antwerpen. Ook kampioen gespeeld vorig jaar, denk ik. Dus ja, ik denk een jongen met heel veel potentieel. Absoluut. Het heeft een beetje gedroog, toch? Ik moet zeggen dat ik vooraf een beetje schrik had omdat de omstandigheden, maar het is tot hier te goed meegevallen en ik moet zeggen dat we ons redelijk goed amuseren. What happens in Pinatar stays in Pinatar. Ja, we delen wel een beetje dezelfde nummer. Ja, dat komt wel op de kamer, op het ontbijt een beetje terug. Er wordt wel wat afgelachen, kan ik zo zeggen. Tuurlijk. Ik speel FIFA en Tuur probeert FIFA te spelen. Dus ik denk, ja, dat loopt wel goed. Ja, laat het ons zo zeggen. Ik pijs dat we deze stage nog een enkele keer tegen elkaar hebben gespeeld. Nou, ik snap dat hem tegen die jonge gasten hier in de kern al een paar keer heeft gespeeld om wat vertrouwen op te doen. Ja, de eerste dagen nog terug op het veld, ik snap dat hij wat vertrouwen nog heeft. Maar ik ben altijd aan het wachten op de eerste dag dat hij eens een keer tegen mij wil spelen. Absoluut, om er direct werk van maken. Ja, dat is lang geleden dat ik nog gespeeld heb eigenlijk. En, ja, de jonge gasten hier in de club, en zoals Stuur ook, die speelden enorm veel FIFA. En dat, ik heb ook iets geprobeerd de laatste tijd en dat loopt eigenlijk heel goed. Ja, Martijn, je weet dat, hè. Je hebt dat gisteren ook eens geprobeerd. Hè. Dus ja, dat loopt wel goed. Ja, voor mij is het een beetje speciaal natuurlijk, na 2 jaar terug te komen. Dus ik kijk er enorm naar uit naar mijn eerste selectie. Wanneer dat gaat zijn, dat weet ik natuurlijk niet. Ik heb alle geduld, dat zijn keuzes van een trainer. Maar ik zal er alles aan doen om zo fit mogelijk klaar te zijn dat ik mag geselecteerd worden. Ja, wacht, dat gaan we even opnieuw doen. Nee, ik heb het nog niet.